We zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht. En nog altijd een anderhalve lengte voorsprong voor Hannie Swageman. Hannie Swageman, daarachter heeft de leeuw even uitgeschakeld ingeparkeerd. Nummer 8, uitgeschakeld nummer 3. Heeft de leeuw even ingeparkeerd. Uitgeschakeld nummer 4. Deelnemers zijn in de laatste rechte lijn. Daar komt de aanval aan de buitenzijde van Hoedmon Amour. Hoedmon Amour neemt over. Hoedmon Amour leidt. Maar aan de relingzijde komt weer wat ruimte voor Hotshot Drop. Hoedmon Amour, Hotshot Drop komt bij hem binnendoor. Maar komt het net niet helemaal tot op de finish. Het is Hoedmon Amour die wint. Hotshot Drop op plaats 2. Hannie Swageman wordt derde. Vierde is Golden Girl J.E. En Hoedmon Amour is een 4-jarige dochter van Quaker Jet uit Challenge Straydale. Gefokt door meneer Van der Pol en meneer Buren samen. Dat is eigendom van Stal PD. En getraind door Bas Krebas en gereden door vaste rijder John de Leeuw. Terwijl de prijzen zijn overhandigd, dan wandel ik nog even naar John toe. Terwijl die alvast op zijn zitje springt. Want hij wint uiteraard de Bob Leekprijs. Bob Leek ook bedankt voor ondersteuning van deze koers. Maar John, je moest wachten op de speed van Hoedmon Amour. Ja, nou ja, goed. Je moet uit het tweede gelid komen. Dus je bent afhankelijk van hetgene wat voor je gebeurt. Maar als zo, ja, ik kreeg hem eigenlijk toch nog wel vrij mooi. Ik moest alleen vroeg aan de overkant gaan. Maar dat is voor deze geen probleem. Hij blijft doorgaan. Hij blijft doorgaan en hij maakt het dan ook keurig af in deze koers, dames en heren. Geeft u een groot applaus als u van achter de ramen meekijkt naar deze koers. Groot applaus voor John de Leeuw en zijn Hoedmon Amour, want ze winnen hier de Bob Leekprijs. Start is gevallen. Paarden zijn weg. Downtown Susie heeft de leiding genomen. Doet hij vrij makkelijk. Aan de buitenzijde komt Hannie Swageman mee. En daartussenin is Dion Tesselaar ook gelijk erbij met Go-Go Katie Dravit. Drie sporen gaat het op weg naar de eerste bocht. Aan de relingzijde is nu de leiding voor Ruud Pols. Maar die is hem gelijk kwijt. Downtown Susie wordt aan de buitenzijde gepasseerd door Hannie Swageman. Hannie Swageman gaat als eerste de bocht door. Pakt gelijk 2-3 lengte voorsprong. Op de tweede plaats daarachter volgt Downtown Susie in plaats 3 aan de buitenkant voor Go-Go Katie Dravit. Daarachter volgt Hotshot Drop en die wordt weer gevolgd aan de relingzijde door Golden Girl J.A. Daartussenin zit ook nog Graceful Boko met Rick Ebbingen. Die ligt aan de relingzijde, wordt op dit moment ingemetseld, want aan de buitenzijde komen wat paarden naar voren. Tempo is naar beneden gegaan en de deelnemers komen voor de tribune langs met Hannie Swageman op kop. Hannie Swageman, tweede plaats daarachter. Downtown Susie, het eerste paard aan de buitenkant, is dan Go-Go Katie Dravit, daarachter op plaats 4 aan de relingzijde, volgt Graceful Boko. Daarnaast in het tweede spoor Hotshot Drop. Daarachter in het tweede spoor volgt de favoriet Hoedmon Amour. Daarachter aan de relingzijde volgt Golden Girl J.E. Die wordt weer gevolgd door Deerne BZ aan de relingzijde. Daarnaast in het tweede spoor is Francisca. En laatste voorlopig Veenfan. En zo komen de paarden in de rechte lijn overzijde. Tempo vooraan gaat weer iets omhoog. Hannie Swageman heeft nog altijd 2 lengte voorsprong. Hannie Swageman leidt op de tweede plaats Downtown Susie. De eerste paard aan de buitenkant blijft Go-Go Katie Dravit. Maar aan de buitenzijde komt nu wel zo langzamerhand naar voren Hoedmon Amour. Hoedmon Amour begint wat terrein goed te maken. Gaat ook door naar het derde spoor. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste 500 meter. Relingzijde Hannie Swageman. Daarachter op plaats 2 Downtown Susie. Derde aan de buitenkant is nu Hoedmon Amour. Vierde Graceful Boko. Die heeft nog geen meter te veel gelopen. En daarachteraan gaat mee door het tweede spoor Hotshot Drop. Zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht. En nog altijd een anderhalve lengte voorsprong voor Hannie Swageman. Hannie Swageman, daarachter heeft de leeuw even uitgeschakeld nummer 8, uitgeschakeld nummer 3. Heeft de leeuw even ingeparkeerd. Uitgeschakeld nummer 4. Deelnemers zijn in de laatste rechte lijn. Daar komt de aanval aan de buitenzijde van Hoedmon Amour. Hoedmon Amour neemt over. Hoedmon Amour leidt. Maar aan de relingzijde komt weer wat ruimte voor Hotshot Drop. Hoedmon Amour, Hotshot Drop komt bij hem binnendoor. Maar komt het net niet helemaal tot op de finish. Het is Hoedmon Amour die wint. Hotshot Drop op plaats 2. Hannie Swageman wordt derde. Vierde is Golden Girl J.A.